vergadering die wij afgelopen vrijdag om 9:15 hebben geschorst, om reden van het feit dat het Centraal Stembureau op grond van signalen tot de conclusie is gekomen om over te gaan tot een hertelling. Die hertelling heeft vanmorgen plaatsgevonden en een deel van de middag. En ik kan u mededelen dat de resultaten daarvan zijn verwerkt en hebben geleid tot een definitieve uitslag die het Centraal Stembureau heeft kunnen vaststellen. Ten opzichte, om daar dan maar met de deur in huis te vallen, ten opzichte van afgelopen woensdag, toen wij verkiezingsdag hadden, zijn er twee belangrijke opmerkingen te plaatsen waar betreft de verschillen met zoals wij woensdag met elkaar gingen. Verschil 1, er zal geen sprake hoeven zijn van een loting. De hertelling heeft uitgewezen dat het betwiste raadszetel is toegedeeld aan het CDA. En die zal toevallen aan mevrouw Van Duinhoven. Ander punt van discussie betrof de verkiezing van mevrouw Yvonne Peters van Venray Lokaal. Hertelling heeft uitgewezen dat daarvan geen sprake is, maar dat de zetel zal toegedeeld worden aan meneer Kosjikert. Dan stel ik voor dat wij even sheetgewijs doornemen hoe onze gemeenteraad eruit komt te zien. Dat even verhoogd staat aan het plaatje. Dit is de samenstelling van de gemeenteraad, zoals die vanaf dit jaar zal zijn. De witte balkjes zijn van de vorige raadsperiode, de rode balkjes van de nieuwe raadsperiode. En u ziet dat er niets is veranderd met de dienen verstande, dat uiteraard het witte balletje bij Venray Lokaal, daar moet hij dan twee oude fracties bij denken. Dan gaan wij naar de samenstelling van de CDA-fractie. Ja, dat hoef ik allemaal niet voor te lezen, maar daar ziet u de namen. Een sterretje achter de namen betekent dat betrokkenen via voorkeurstemmen de raad samen heeft gehaald. Ik zou zeggen, laten we het even op u inwerken. We krijgen overigens allen, als u dat wil, plaats om ons uit te dragen. Zal ik voor de wijn naar de volgende fractie gaan? Komen we bij de fractie van de SP, die zal er als volgt uitzien. En dan gaan wij naar de fractie van D66. De fractie van Samenwerking Venray. En de fractie van de VVD. De fractie van de Partij van de Arbeid. En tenslotte de fractie van Venray Lokaal. Zo zijn er, constateer ik, dat er daarmee sprake is van de definitieve uitslag. Wij zullen dat, voordat wij dan ook in het openbaar overgaan tot ondertekening. Dat is 6 maanden getekend en kan ik ook met de sluiting van deze bijeenkomst. Dat doen we bij deze. Dank iedereen voor de komst. En ik wens iedereen nog heel veel.